Hallo wetenschappers, mijn naam is Manon en ik ben museumdocent bij Rijksmuseum Boerhaven. Rijksmuseum Boerhaven is nu gesloten, maar ook zonder in het museum te zijn kunnen we alles ontdekken over de wereld van wetenschap. Elke week plaatsen we weer een nieuwe opdracht of proef op onze website en op ons YouTube kanaal. Doe je ook mee? Heb je toevallig al een dokterstas gemaakt? Zie in deze link hoe je hem maakt. Want we gaan vandaag namelijk iets maken wat je in je dokterstas kan stoppen. We gaan een salf maken. In de zaal Ziekte en Gezondheid van ons museum wordt er van alles verteld over de geschiedenis van onze gezondheid. Ook worden een aantal verschillende manieren verteld waarop je een patiënt beter kon en kan maken. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om een patiënt beter te maken. Je kan bijvoorbeeld bij de apotheker een pilletje of een salfje halen om je lichaam te laten opknappen. Vandaag, met ons eigen salfje, worden we eigenlijk ook een apotheker. Alleen dan een apotheker in eigen huis. Wat heb je allemaal nodig om een salf te maken? Ten eerste heb je nodig bijenwas. Ik heb bijenwaskorrels gehaald en daar heb je ongeveer 6 gram voor nodig. Daarnaast heb je kokosolie nodig. Daarvan heb je 20 milliliter nodig. Ook mag je een geurende olie toevoegen. Minimaal 6 druppels hiervan. Die van mij is lavendel, omdat het lekker ruikt. En je hebt nodig een spatel. Zolang het geen metaal is, is het allemaal goed. En een pan. En nog een kom, die niet van plastic mag zijn. Dus let daar ook goed op. En je hebt nodig een maatbeker. En een weegschaal. En daarnaast ook nog een leeg potje waar je straks je zalf in kan doen. En het liefste eentje met een draaidop. Hoe maak je de zalf? Stap 1. Belangrijk. Doe alle stappen samen met een ouder of verzorger. Zet een pan met water op het fornuis. Zorg dat het water goed warm is, maar niet kookt. Zet nu de kom erop. Doe dan de bijenwaskorrels in de kom. Verwarm het geheel. Jouw bijenwas mag niet gaan koken. Stap 2. Als de bijenwaskorrels gesmolten zijn, voeg je de kokosolie toe. Blijf roeren tot alles goed gemengd is. Stap 3. Haal het mengsel van het vuur. Voeg dan minimaal 6 druppels van jouw gekozen olie toe. Je kan beter met weinig druppels beginnen en steeds een druppel extra toevoegen. Ga door tot je de geur sterk genoeg vindt. Stap 4. Roer het geheel goed door elkaar. Stap 5. Schep nu jouw zalf in het potje. Gebruik het liefst één met een schroefdop. Belangrijk! Zorg ervoor dat deze pot helemaal goed schoon is. Dit kun je doen door een potje in een pan met kokend water te leggen. Wacht tot alle restjes uit het potje zijn. Je wilt namelijk dat er geen bacteriën meer in zitten. Stap 6. Laat de zalf nu afkoelen en probeer hem daarna uit op je huid. Nadat je de zalf hebt geprobeerd, kan je hem in jouw dokterstas stoppen. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan de tips in deze video, zodat je zelf ook zo'n fijne zalf hebt kunnen maken. Deel die van jou op bijvoorbeeld Facebook of Instagram onder de hashtag #ontdekwetenschap, zodat anderen ook jouw zalf kunnen bekijken. Hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een andere proef of opdracht. Dag!